Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister Levens gaat in op onderwijssituatie. Tweetal gezinnen krijgt beschikking van minister Pocky. En registratie COVID-19 steun van start gegaan. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de samenleving een beeld gegeven van de situatie waarin het onderwijs zich momenteel bevindt door de COVID-19-pandemie. Tijdens een Zoom-persconferentie is op maandag 1 februari de bewindsvrouw ingegaan op een aantal issues waarmee het onderwijs te kampen heeft. Belangrijk is dat straks het onderwijs in alle rust wordt opgestart. Minister Levens aan het woord. Ik zal met u sharen een kaart om u te laten zien hoe dat precies in elkaar zit. Hier ziet u bijvoorbeeld de kaart van Latijns-Amerika. En als u kijkt naar die kaart, dan zult u zien dat er maar 3 groene plekjes voorkomen op die kaart. En die kaart, deze kaart vertelt ons dat alleen Suriname, dat kleine landje daaronder, Uruguay en Costa Rica, in dit hele gebied met miljoenen kinderen, dat alleen deze 3 landjes gedurfd hebben om de scholen open te doen. En in Suriname hebben wij dus de durf gehad om die scholen wel open te doen. En kijk naar onze buurlanden, die hebben dat niet gedaan. Dus Guyana niet en Frans-Guyana niet, maar ook een heleboel andere landen die hebben niet gedurfd om te beginnen of ze zijn voorzichtig begonnen en weer gesloten. Dus wat dat betreft heeft Suriname het in deze hele regio niet slecht gedaan. Ten opzichte van de wereld is het goed om te zien naar de landen te kijken waar alle scholen gesloten zijn. En dan ziet u grote landen waar de scholen gesloten zijn, als Canada, heel Zuid-Amerika, je kijkt naar Afrika. Ze zijn compleet gesloten en dan heb je een paar landen die deels open zijn. Ik wil dit laten zien om u een beeld te geven dat wij als land de durf hebben gehad, meer durf hebben gehad om open te gaan dan de grote landen in de wereld. Wij hebben natuurlijk veel steun gehad van het BOG, die constant met ons aan tafel heeft gezeten om te voorkomen dat wij fouten maken en dat er veel COVID-gevallen zouden zijn. En we zijn dus succesvol geweest wat dat betreft. We hebben maar 6% tot nu toe van de 100% gevallen hebben wij maar 6% zijn verantwoordelijk geweest voor maar 6%. En dat is een heel laag percentage. We hadden gehoopt dat we 0 zouden hebben. Maar we hebben toch een enkele leerkracht gehad die besmet is geweest. Is dat, hoe zeg je dat, problematisch? Nee. Als u goed kijkt naar de wereld die ik zo net heb laten zien, dan zijn we redelijk op trek. Maar het is wel van belang dat we met iedereen samenwerken en we moeten ook iedereen bedanken omdat je als ministerie van Onderwijs niet in je eentje kan. Tot nu toe hebben we enorm veel support gehad van de stakeholders en samen met hun hebben we dit resultaat bereikt. De belangrijkste taak die we op dit moment hebben is dat we straks
in alle rust en vooral langzaam de school weer zullen moeten opstarten. En waar men zich het drukst over maakt, is de vertraging op die scholen, de vertraging in het onderwijsproces. En wat gebeurt er nu met die kinderen? Nou, wat Suriname voor gekozen heeft, is om die kinderen bezig te laten zijn en thuis te laten werken. Ik wil benadrukken hier, ik wil expliciet benadrukken hier, dat het ministerie van Onderwijs in de afgelopen 6 maanden, dat is de periode waar ik verantwoordelijk voor ben, dat wij nooit de instructie hebben gegeven dat er via internet gewerkt moet worden. Die instructie komt niet van het ministerie van Onderwijs. Ik wil niet zeggen dat er in het verleden pogingen zijn gedaan door mijn voorgangers. Zeer terechte pogingen, want Suriname moet die richting op. Maar in de afgelopen 6 maanden hebben wij geen instructie gegeven aan de scholen om met internet te werken. En de reden daartoe is dat het veel te duur is voor de ouders. En dat ook de infrastructuur niet aanwezig is. Er zijn geen devices. De leerkrachten zelf hebben niet allemaal een smartphone of een e-mail of een infrastructuur. En die ouders al helemaal niet. En er zijn gebieden in Suriname. En ik heb die kaart niet van Suriname, omdat ik ervan uitga dat iedereen dat wel weet. Er zijn gebieden in Suriname waar alles aanwezig is. En er zijn gebieden in Suriname waar er niet eens elektriciteit is. Laat staan schoon water, soms niet eens schoon drinkwater. Dus Suriname is heel, laat me zeggen, grillig als het gaat om de ontwikkeling. Sommige gebieden zijn heel goed ontwikkeld en andere gebieden zijn vrij slecht ontwikkeld. En toch moeten we ervoor zorgen dat elk kind kan meedoen. En daarom hebben wij ervoor gekozen om met gedrukt materiaal te werken, zodat elk kind thuis zelf kan werken. Onderwijsachterstand, dat is de vraag die op ons afkomt. Wij praten liever niet over een onderwijsachterstand, want dat betekent dat je direct denkt aan al die repetities die gedaan moeten worden en al die lessen die uit het hoofd geleerd moeten worden. Daar praten we liever niet over. Waar we over praten is meer leren die kinderen wat terwijl de school gesloten is. En daar focussen we op. Leren ze wat. En daar gaan we dus speciaal materiaal voor drukken, maar ook radio- en televisieprogramma's ontwikkelen, zodat we met hun in contact kunnen blijven en dat ook de kinderen in het binnenland mee kunnen doen. De overheid is druk bezig de achterstanden met betrekking tot het toewijzen van grondbeschikkingen in te lopen. Vooral de behoeftigen in de samenleving mogen rekenen op hulp van minister Diana Pocky van Grond- en Bosbeheer. De bewindsvrouw heeft op maandag 1 februari enkele beschikkingen uitgereikt aan een tweetal vrouwen dat jarenlang onder moeilijke omstandigheden heeft geleefd. U krijgt hiervan de volgende reportage. Het is namelijk zo dat vanaf mijn aantreden word ik geconfronteerd met mensen die jaren wachten op hun rechtszekerheid, op hun beschikkingen. En zo worden van alle hoeken, krijg ik dan een beschikkingen, berichten via appberichten van burgers die heel lang wachten op hun beschikkingen. Ik heb vrijdag die beschikkingen getekend, maar het was al laat. Ik heb de mensen gebeld, want ik vind het bijzonder, ook als vrouw,
die bij mijn vorige functie heb ik altijd aan de bel getrokken van de grote achterstanden van de overheid, van grondbeschikkingen. En zo zijn we bezig om de achterstanden in te lopen. Het is nog niet wat het wezen moet, maar ik heb echt extra aandacht. Mijn prioriteiten gaan meer naar woningzoekenden, mensen die in nood zijn en natuurlijk de ondernemers. Je weet, een grond is een natuurlijke hulpbron die een behoorlijke bijdrage levert aan de sociaal-economische ontwikkeling van de samenleving. En het is voor mij een genoegen, een goed gevoel om dan zo strakjes de beschikkingen uit te reiken aan deze behoeftige vrouwen in de samenleving. Op zijn Surinaam zouden we zeggen van het is echt lange beren om dat proces, dus dat grond, een uitgifteproces is echt een lange berenproces. We zijn bezig met om richtlijnen vast te stellen en we hebben al een concept richtlijnen gronduitgifteproces en die heb ik opgestuurd naar deskundigen om ernaar te kijken. Maar heel kort, mensen denken van gewoon het is een druk op de knop, dan heb ik mijn beschikkingen. Nee, we zitten met heel wat problemen binnen het proces. Stukken zijn door de jaren heen zoek geraakt. Ik krijg foto's van mensen, van hun aanvraagbewijs, die je heel moeilijk kan lezen. En als het niet voorkomt in ons GRIS-systeem, dan moet je dossiers gaan opzoeken. Dat is echt een langaberen proces. En je bent ook afhankelijk van DC-adviezen. Het is aangegeven in het decreet gronduitgifte. Daar is het aangegeven dat je de adviezen van de DC's moet meenemen. Dat is ook een proces. Ondertussen hebben we dan lopende afspraken met de DC's. We hebben brieven gestuurd naar de DC's. We zijn soms afhankelijk van LVV-advies, adviezen van OW, openbare werken. Hebben we dan toen gevraagd van luister om die een oponthoud te voorkomen of het, om de weg een beetje in te korten. Wijs ons verantwoordelijke van het ministerie aan die een goede samenwerking zullen onderhouden met onze met grondinspectie of afdeling grondinspectie, waarbij als we bezig zijn met onderzoek van de grond, de status van die grond, dan zijn we ook tegelijkertijd bezig met de instantie, LVV bij deze, of OW, of de DC's, de aangewezen personen, zodat we als wij klaar zijn met het vooronderzoek, dan hebben we gelijk onze DC-advies of LVV-advies. Dus we denken, we hebben enkele zaken meegenomen in die richtlijnen, zodat het duidelijk is van, als we een DC-advies hebben opgevraagd en we zitten 4 weken lang verder te wachten, betekent dat de DC geen bezwaren hebben, dan kunnen we verder gaan met het proces. Dus zo zijn we bezig met deskundigen. Landmeters hebben we gehoord. Komende week zullen we praten met de Vereniging van Landmeters om hun inzichten met ons te delen hoe we dan het grondaanvraagproces een beetje kunnen inkorten. Dus daar zijn we mee bezig. Maar waarom het zo lang duurt, we zitten te kampen met de dossiers, de stukken die we nergens meer kunnen vinden. Dat is echt ons groot probleem en we gaan eraan werken. We zijn bezig met het digitalisering van het proces en daarmee zijn we al ver op weg. En we denken dat we dan daarmee toch wel de burgers dan tegemoet zullen komen. We hebben een communicatieunit. Als burgers met problemen zitten, kunnen ze dan richting de communicatieunit om dan. En de communicatieunit zal op zijn beurt dan gaan kijken van waarmee zijn de burgers te kampen, hoe kunnen we oplossing daaraan brengen. En niet zo dat de mensen aanvragen en nooit meer iets horen van het proces, van de status van hun aanvraag. Dus daarmee zijn we bezig en ik denk dat binnen de komende 6 maanden zullen we wel zeker eruit komen. Maar die grote achterstanden, daar gaan we aan werken. We gaan niet iedereen in 1 keer kunnen helpen, omdat het niet een druk op de knop is. We zijn afhankelijk van andere instanties om toch het besluit te nemen van we zijn bereid om dit stuk uit te geven. En dat begint bij een bereidsverklaring. Daarna volgt die
toewijzingsbeschikking. En zo dadelijk zullen we dan 2 Surinaamse burgers blij maken met hun toewijzingsbeschikking. De regering is druk bezig na te gaan op welke manier personen, bedrijven en de minder draagkrachtigen COVID-19 steun kunnen ontvangen. Sedert de uitbraak van de coronapandemie is het zo dat heel wat groepen financiële klappen hebben moeten incasseren. De regering wil deze groepen tegemoetkomen. Op maandag 1 februari 2021 is de online registratie voor COVID-steun begonnen. U hoort meer hierover in het volgende gesprek dat wij hadden met mevrouw Naomi Esaias-Friepersen, fungerend onderdirecteur arbeidsmarkt. De COVID-steun, de registratie voor de COVID-steun, zoals in de media bekend, is dus vandaag gestart, 1 februari. En die steun houdt in dat het bedoeld is voor alle mensen die een verminderd inkomen hebben en kunnen aantonen dat ze, dus vanwege COVID, de COVID-19-pandemie, en kunnen aantonen dat ze die steun nodig hebben. Het gaat dus om werklozen, dus mensen die vanwege de COVID-19-pandemie werkloos geworden zijn. Het gaat dus ook om kleine zelfstandigen, dat denk ik aan die hossel, die mensen die eigenlijk van hun hossel iets maken, een werk, hun living hebben en die geen werknemers hebben in dienst. Dan praat ik over die kleine micro-ondernemer die wat medewerkers in dienst heeft, maar vanwege de COVID-19-pandemie verminderde inkomsten heeft en ook zijn operatie niet meer kan doen, zijn werknemers niet kan betalen. Maar we praten ook over de middelgrote ondernemingen. Dat zijn de mensen die werknemers hebben tussen 20 en 50. En ook de grote bedrijven, die dus eigenlijk meer dan 50 werknemers hebben. Het is misschien goed om direct te vermelden dat de eerste categorieën die ik heb aangehaald, dat ze die geregistreerd worden via het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. En de grote bedrijven, dat dus een pakje aan is van de Belastingdienst. En zoals ik al aangaf, iedereen die kan aantonen dat hij de steun nodig heeft en dat hij verminderd inkomen heeft, mag registreren en kan dus na een goede selectie en aanmerking komen voor de COVID-19 steun. De registratie zal plaatsvinden online. Het is een online registratie. En ik snap dat mensen direct zeggen van hé, maar hoe gaat het met de mensen die niet online kunnen kijken vanwege de COVID-19 situatie waarin we nu zijn. Is het natuurlijk met de achterliggende gedachte, de bescherming van de burgerij, maar ook de bescherming van de medewerkers. Dat we zeggen, we zijn genoodzaakt dat ding online te doen. En er is een website, het ministerie van Arbeid, de website van, de Belastingdienst en ook de Facebookpages waar mensen de link kunnen zien en daar via die link kunnen registreren online. We hebben geen keus om het online te doen. We willen de fysieke registratie sowieso vermijden. We hebben dus ook aangegeven wanneer u klaar bent met registreren, bestaat de mogelijkheid ook om contact op te nemen met het ministerie van Arbeid als u wat vragen heeft. Maar ook voor de registratie zijn de nummers bekend. Waar men op kan bellen en dan praat ik ook meteen voor de Belastingdienst dat men ook kan bellen naar de nummers die via uw bekendmaking naar buiten gegaan zijn. Als er vragen zijn, als men toch vastzit, zijn we bereid om de mensen te woord te staan, telefonisch te woord te staan, om toch die ondersteuning te geven van, om dat ding, om die registratie te doen. Omdat we willen dat iedereen die in aanmerking zou moeten komen voor die steun, dat die het daadwerkelijk krijgt. Maar we zijn genoodzaakt het online te doen. Er is een aantal documentatie die we opvragen, maar ik zal dus wat noemen. Bijvoorbeeld, kijk, het is voor ons belangrijk dat we dus de mensen, sowieso, het gaat natuurlijk om de kleine zelfstandigen en de kleine bedrijven, dat we de mensen willen brengen van de informele sfeer naar de formele sfeer. En dat vragen we natuurlijk op. Een van de documenten die we opvragen, de belastingopgave. Zodat we kunnen zien als je daadwerkelijk geregistreerd bent bij de belastingen. Dat is één ding. Ben je geregistreerd? Waar sta je geregistreerd? Sta je geregistreerd bij het KKF of bij het ministerie van EZ? Zeg maar, dan vragen we ook, stuur dan de documentatie ook voor ons op. Dat is dus één.
Bij de werklozen gaan we dus na. Hoe ben je met ontslag gegaan? Heb je ontslagvergunning gehad? Is er een ontslagvergunning verleend door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken? Stuur die documentatie voor ons op, zodat we het ook kunnen zien. Heb je een schriftelijke mededeling gehad van je werkgever? Stuur dat ook op voor ons op, zodat we dat werkelijk kunnen weten van hey, deze is daadwerkelijk ontslagen en die ontvangt geen loon, zeg maar, en die kan dus in aanmerking komen. Dus dat zijn zo'n beetje de documentatie. Er zijn nog wat andere dingen die we opvragen, maar dit zijn dus eigenlijk voor deze groepen de belangrijke dingen die we opvragen. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.